dus van 9 en 10 jaar. Ik ga ze wel eens even voorstellen. Namens FCG Bronco, Heidi van Krijgeinde. Jeetje, dat was wel een enorme aanmoediging. FC Pakkutters, Amy Halbe. FCC Nederland, Noah van den Heijden. Kwaïne is al met Charlotte Spoor. Ultrasnel Beamers Resistie met Geline Leijnbeggers. Namens de deelkant, dat komt hoor. Amy Jaspers. En dan was het met Sophie van Zoelen. Ja, we zijn toch met die A-finale rijden van 9 en 10 jaar. En de finale van Marcel ontzettend snel begon voor. We kijken naar de voeding en de leiding. En die gaan daar met de eerste 10 posities vandoor. Door naar waar kijk je nog niet? Door de smaken, de deurtrappers. We gaan kijken naar de Indiasters. Zij gaan naar de Jaakstuizen bij iets in mijn voeding. Dan volgt het gaatje. Want het gaatje is nummers 4, 5, 6 en 7. We gaan eens even kijken naar welke voorwoorden die dan precies gaan zien. Amy Halbe op 1. Gaan we voor naar plekje nummer 5 is de stand. Noah van der Heijden. Maar dat wordt aan de stand. Van der Heijden wil nog met die vierde positie. Amy Engels in handen. Dus nog steeds van Leo. Gaan we door naar de 205. Ja, gaan we door naar Charlotte Spoor. En als het de lijn van Grijp Eiken niet afstoot. Maar Sophie van Zoelen pakte dus de winst.